Het Chinees nieuwjaar, ook bekend als het lentefeest, is gisteren voor de vierde keer gevierd met een tempelveer in KKF. Het tweedaagse culturele evenement is een jaarlijks terugkerend event dat door de Suriname Chinese United Association, SCUA, wordt georganiseerd. De Chinese ambassade levert dit jaar voor het eerst een bijdrage aan dit evenement, zegt Su Xijiang, counselor van de Chinese ambassade in Suriname. Nog voor de officiële opening van de tempelfair waren er al bezoekers in de hal om een kijkje te nemen. Dit jaar zijn er 20 stands die hun goederen tentoonstellen. Xiang, die erop toezag dat de voorbereidingen goed verliepen, vertelt wat deze fair te bieden heeft. During the temple fair, you can, of course, experience the Chinese culture. Tonight at 7 o'clock, there will be a cultural performance presented to you by artists from China and those cultural groups from Suriname as well. Of course, Surinamese cultural groups will also participate, not only in today, but especially tomorrow. We have groups from Maroon, from Indonesia, from India. So a lot of cultural aspects. So Spring Festival is not only for Chinese, but also for all the people in Suriname. And you're very welcome to join us in this celebration. Xiang benadrukte dat het lentefeest een nationale vrijdag is in Suriname. Daarom is de viering van het nieuwjaar heel belangrijk voor de Chinezen in Suriname. Today actually is the first day of the new year, of the new Chinese year, the lunar calendar new year. This day will be a new start for all the people in China. The eve of the first day of the new year, all the Chinese people will gather together like what you do during Christmas. So it's a family reunion festival, and this year is the year of dog, which symbolizes loyalty, diligence, and hardworking. These are the characters we Chinese are well known of. So the Chinese people have come here many years ago. They arrived in Suriname 165 years ago. So they have become part of the Surinamese society and the Chinese culture, and very familiar to the Surinamese people here. Su Xijiang, counselor van de Chinese ambassade in Suriname. We spraken haar gisteren bij de start van de tempelfeer in het KKF-gebouw. Deze beurs wordt vandaag afgesloten.